Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag een nieuwe aflevering van Half-Life Blue Shift. Nu, de vorige keer zijn we hier gebleven en ook de vorige aflevering, zoals een hele Half-Life Opposing Force Let's Play, stond de audio veel te luid. Normaal zou het nu gefixt moeten zijn, ik hoop van wel. Ik heb zo'n beetje offscreen dat we zitten uitzoeken. Nou ja, niet uitzoeken, het is mij gewoon opgevallen eigenlijk. Nou, die lift niet kunnen gebruiken. Dus dat betekent dat deze explosief naar beneden moet dieven. Echt super leuk worden. Yo. Dus dat doe ik dan ook maar eventjes. En ik heb vorige aflevering gezegd dat ik ging opzoeken. Wacht. Nice. Zo, oh, oh. Hey! What the fuck? Just because Shepard's team didn't make it, we have to do the crap job. Hey! Let's get on. What? Is that the Shepard gementioned? Dus ons manneke van Opposing Force komt eraan. Maar is er nog niet. Maar ik had dus de vorige aflevering gezegd dat ik ging opzoeken wie dat man. Hey, Captain Fright, nieuw hoofdstuk. Wie dat manneke is op die foto. En ik heb het niet opgezocht, want ik had geen zin. Dus dat wil ik even zeggen. Sorry, ik weet echt dat het heel teleurstellend is. Maar bij pak 5 likes, dan zoek ik het echt op. We gaan trouwens boven de grond en we gaan echt verkracht worden door militairen. Wat is daar aan het? Oh boy. Oh boy. Hallo. Au. Oké, dat was apart. dat was apart. Maar we zijn al terug boven grond. Oh fuck. Wat heb ik gedaan? Oké, what the fuck was dat? Ik volgens mij had klonken. Ja, ik heb klonken C4 gegooid. Kan ik dat toevallig terug oppakken? Ja, ik denk het niet, dus Uh-oh. En ik hoor allemaal gunshots. Dat is niet goed. Maar laten we maar kijken wat het is. Want ik heb super veel zin om voor te gaan. Eigenlijk echt wel. Buiten nou terug tegen militairen moeten, dat is bijzaak. Hey. Oh, ja, bedankt voor de armor. Steam tunnel access. Kan ik dan mollen of zo? Ja, dat gaat. Zo. Cool. Wat zou daar te zien? Holy shit. Dan komt het loading dingetje erop. Nee. Fuck off. Nee. Stop it. Ik zweer het u, kutbeesten. What the fuck, maat. Oké. Okay. We zijn al terug onder de grond. Maar ik ben een video aan het opnemen, dus optieven. Oké, ik had dat misschien niet zo moeten zeggen. Hij zal wel verplaatsen naar die ergens anders. Oeps. Oké, dat was een beetje rude. Oké, maar Simon zal gewoon. He can handle that. Cool. What the fuck? Of een grave deur. Nee. Optieven. Niet doen. Nee. Hij heeft kut headcrabs, guys. Is er niet echt iets wat ik kan afzetten? Dus, oh wauw, ik kan niet terug. Aha. Ah nee, wacht. Huh? It's a trap! Oh fuck off. Ja, bij al zoveel boeit het ook weer niet. What the fuck? Moet ik hier ergens zijn of zo? Maar waar de fuck moet ik nou? Aha! Wacht even, wat lucht pakken? Ah, oké, het is al open, nevermind. Hey! Hello there! Boom! Revolver mist, ja. Hé, wat is volgens mij geen revolver? Nee, Opposing Force hadden we geen.
die, bitch. Ah, ja, deze shit weer. Maar wat doet dat? Ook geen idee. Oké, laten we gewoon voortgaan. Let's go. What the fuck was dat? Geen idee, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door en we zien wat er op ons afkomt. Ik heb het gevoel dat er een militair op ons afkomt. Het zal kut zijn, maar als dat zo is, ja, dan is dat zo. Nee, fuck off. Ik zweer het u, kutbeesten. Oké. Ja, hier springen. What the fuck, dat is olie of zo. Oké. Is er nog één hoor. Ik zweer het u. Fucking headcrabs. Oh. Kut beesten. Fuck off, ben veel te goed. Oké. Nice. Oh wow, dat kan niet kapot. Dat duurde lang voordat ik dat door had. Nee. Zo. Oh. Had ik een double kill? Ja, dat is een beetje een overkill. Oh shit. Zie me gaan. Nee. Too good for the shit. What the fuck? Hoe beast ben ik aan het gaan? Laten we eerlijk zijn. Fuck you. Echt hoor. Oprotten. Ja, ik weet dat Belgium Star Gaming mijn auto heeft gezegd. Waste geen bullets aan headcrabs, maar ik doe het toch. Want headcrabs kunnen... Voilà. Jij ook zo. Ik heb je wel gezien. Ik heb je wel gezien, klootzakje. Oké, kan ik je niet afzetten of zo? Nee. Auw. What the fuck? Aha. Dat pak ik ook aan, dat vind ik ook netjes. Jolo, waterpolo. Oké, hoe ben ik daar? Geen held kwijtgeraakt. Uh-oh. Shotgun. Allee. Ah, mijn bullets waren op. Oh, wat een slet. Wauw. Die heeft gewoon zijn eigen opgeblazen. Ja, dat verdiende hij eigenlijk wel. Zo. Oké, dat mag niet kapot of zo. Wait. Ik denk dat ik effectief wel daarin moet. Hè. Ik weet niet, iemand heeft hier een blokkade zitten bouwen of zo. Van computers. What the fuck? Oh, dat is hier, nee, of, dat is een microgolf. Ik denk dat ik iets heel dom heb gezegd op het moment. Ja, lukt dat? Nee. Aha, oké. Okay. Ik dacht even dat ik hier niet in moest, maar ik moet er dus wel in. Kan je die... Fuck off! Maar echt zo irritant. Nee. Dingen me echt nog eens killen. Nou, waar de fuck moet ik zelfs? Aha. Dit is nog pretty scary shit. Oké, wacht. Ik pak gewoon dit wel, wacht. Zo, auto 1. Fuck jou. Ik kan wel armor gebruiken, want... Loading. Ah, eindelijk. Oh, what the fuck, joh. Merci. What? Wacht eens even. Ah.
Hihi. Voilà. Hallo militairen. Is hier iets aan te zien als... Ja, er is wel armor. En daar doe ik het voor. Oh, Half-Life is een spel dat leuk blijft, vind ik. I appreciate your help, but I'm afraid those bastards did their damage already. Oh. If you were trying to reach the freight yards in hope of escaping, then just forget about it. The military is rounding up everyone and everything they can find, and either killing them or bringing them up here for questioning. A colleague and I came up with our own plan for escape, and we were on our way to one of the old prototype labs, yeah, and we ran into them. Huh? But listen to me, if you still want to get out of here alive, your only hope may be to find my friend. Okay, lots if of you can get past the soldiers, find Dr. Rosenberg. Rosenberg. You, you may have a chance to get out of this place. Oh, rip. Frans, let. Ja, militaire back at it again. Militaire back at it again, what the fuck. Oké. Okay. Mijn neus is verneerd. Ik heb gevoel dat er één is om... Waar is hij? Oké. Okay. Oké, okay, ik ga dit al openen. Huh, maar what the fuck? Ah. Maar waarom zien die mij ook direct? What the fuck? Doe je normaal? Dat kan ik ook, bitch. Aha. Hi. Ga maar, jongens. Nee. Oké, okay, wacht. Dat werkt goed. Oké. Okay. Oh, maat. Is er nu ook nog eentje of niet? Thanks, jongens. Ah. Voor jou heb ik ook iets. Good luck. Ja, dat werkte. Ik ben nog niet zo super veel geld verloren. Onverwacht, maar ja, hey, maakt niet uit. Oh ja, echt al, rip al die professors. Die man wil gewoon zijn auto maken, dan wordt hij neergeknald. Dat is wel bruut. Oké, okay, maak door. Maak door. Oh, wauw. Nee, het mag niet. Wauw, ik... Wacht, volgens mij weet ik naar waar ik naartoe moet. Ik moet gewoon... Ik moest gewoon... Wat? Maar hoe kan die niet dood zijn? Oké, nu jij ook nog. Oeh, nice. Maar allee, kun je misschien zo in of zo? Ik denk het niet, maar als dat werkt, zal het wel heel droog zijn. Oké, het werkt. Oké. Okay. Hallo daar. Oh, de muziek. Ah, rip de muziek. Wow, yo, doe rustig. Ah, dat is... Zit hij hier achter of zo? Allee, joh. Zo, ik even mijn revolver moeten gebruiken. Uh-oh. Heeft hij een eigen opgebladen? Ik denk het wel. Ja, heeft hij een eigen opgebladen. Wel, niet mijn probleem. Ik heb geld. Eigenlijk niet zoveel geld. Ik zal meer kunnen gebruiken. Maar oké, dat maakt niet uit. Too good for this game.
Oh, nee. Oh, thanks. Dat is... Wauw. Dat is echt gewoon een troll van deze. Als je een C4 oppakt, dan... Someone let us out of here. Hallo? Help! Someone let us out of here! Help! Someone let us out of here! Ah, hallo. Rescued at last! Thank God you're here! No, I'm afraid I'm not Dr. Rosenberg. Eh? Dat laten we niet open. Ja, nou, waar moet ik nou? Oké, wat? Aha. Uh-oh. Aha. Hallo? Daar gaan we niet openen, trouwens. Want dat is suicide. Oké. Ik heb ook geen idee wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ben gewoon maar door Black Mesa aan het lopen. Ah ja, dus ik moet één de dokter zoeken, dat is waar. Zo. Freight Yard. Hier moest ik wel naartoe, denk ik. Kan dat? Komt mij wel bekend voor. Rush je die handen. Voilà. Boe, hoe hard ga ik, gast? Hey. Kijk, hè. Dat is makkelijk. To be honest. Oké, maar nu zou ik wel wat armor willen of zo. Ik ben gewoon goed geworden in Half-Life, denk ik. Begin ik stil aan te denken. Oké, maar nou, waar moet ik? Misschien moet ik de video wel zo eens gaan afsluiten. Maar ik wil eerst weten naar waar ik toe moet. Zodat de volgende aflevering niet moet doen. Hallo? Can anyone hear me? Ja, eigenlijk wel. Hallo? Can anyone hear me? Ja. Ja, stop nou met dat. Ik kan eerlijk zijn, ik heb even kort opgezocht wat ik moet doen, maar ik moet even deze dinges om zeep helpen. Wacht even. Zo. Et voilà. En. No, I'm afraid I'm not Dr. Rosenberg. But you'll still help me, won't you? I certainly hope you know what you're doing. Oké, de Rosenberg nog altijd niet gevonden. Oh. Seems legit. Oh. Hey. Nou, dit is al makkelijk. Hoe is die guy achter mij geraakt? Check die man. Oké, what the fuck. We zullen eens kijken wat hier is. Misschien is die Rosenberg kast wel hier. Oké, ik stel voor dat ik dit nog clear. Oh nee. Oké, ik stel voor dat ik hier de aflevering afsluit. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Half-Life. En ik zeg ciao.